Hallo mensen, ik sta hier naast Silvana Convalius. Ik ga je een paar vragen stellen. Uh, waarom bent u weer teruggekomen naar Quick Boys? Uh, nou goed, ik wilde uh, ooit een keer mijn carrière bij Quick Boys afsluiten. En uh, ja, nu was het denk ik een mooi moment. Ja. Wat is er veranderd in die twaalf jaar dat je weer dat je weg bent geweest? Uh, nou, niet zoveel. Ik zie best wel veel hetzelfde gezicht als van vroeger nog. Uh, natuurlijk uh, het is het een uh, totaal nieuw team, heel veel jonge jongens. Maar over het algemeen is het nog steeds uh, dezelfde mooie club, denk ik. Ja, wat zijn je specialiteiten? Uh, thuis of op het voetbalveld? Gewoon op het voetbalveld. <laughs> Oké, okay. nee, ik, uh, ja, ik ben spits natuurlijk, dus ik, uh, mijn specialiteit ja. is toch wel scoren en het team ook beter laten voetballen. Uh, dus ik moet een beetje een aanspeelpunt zijn, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Ben jij getrouwd? Ik ben getrouwd, ja. ja heb, heb je ook kinderen? Ik heb drie kinderen, ja. En hoe oud zijn die? Uh, ik heb een zoon van 11, uh, een zoontje van 3 en een klein zoontje van 2. En voetballen die ook? Uh, ja, ze, de oudste voetbal en de andere twee die gaan eind augustus gaan ze beginnen. Welke club uh, speelt de oudste? Uh, de oudste speelt in uh, Zaandam bij Hercules. Oké, okay. ja, ja dank u wel.